Het Surinaam Standaardenbureau, SSB, gaat beginnen met de controle op naleving van het technisch voorschrift algemene vereisten voor het etiketteren van voorverpakte goederen. In dat kader is er een werkgroep, de steringcomité, geïnstalleerd door minister Siglien Burleson van Handel en Industrie. Het is dus van essentieel belang dat etiketten van voorverpakte goederen voldoen aan het voorschrift, zodat de consument de juiste informatie krijgt over de kenmerken van het product. Ingrid De Bel, directeur van SSB, vertelt waar de consument op moet letten bij het doornemen van de informatie op een etiket. De boodschap die over moet komen is eerste instantie niet alleen dus dat wij een standaardenbureau zijn en dat we er zijn voor standaardenrichtlijnen en dergelijke. Niet eens zelf dat het gaat dat je conformity assessment op los moet laten als je eenmaal standaarden hebt. Maar heel concreet ook, mensen let op wat je koopt. Toch? Wat staat op je etiket? Is het duidelijk leesbaar? Is de taal heel duidelijk? Staat het beschreven wat het is dat je koopt? Hoeveel? Wat de ingrediënten zijn? Wat de houdbaarheidsdatum of vervaaldatum is? Maar ook zaken als de inheidsprijs moeten duidelijk vermeld worden. Mensen kennen het verschil nog niet tussen in bulk verkopen en echt voorverpakte goederen verkopen of te koop aanbieden. Dus die boodschap is eigenlijk onze key message die we in het kader van het technisch voorschrift willen overbrengen. Maar sowieso ook waar ze terecht kunnen wanneer wij straks in het veld zijn, het werk doen en wij onszelf niet aan onze code of good enforcement houden, hoe men vervolgens daarmee om moet gaan. U moet het zien als een soort van een sociaal contract, een maatschappelijk contract, dat je vervolgens ook tekent met de gemeenschap van hoe wij het werk moeten gaan voortzetten. De steringcomité bestaat uit 11 leden die afkomstig zijn van de ministeries van Handel en Industrie, Financiën, Regionale Ontwikkeling, Volksgezondheid en Justitie en Politie en van het SSB zelf. Minister Siglien Burleson van Handel en Industrie geeft aan wat van dit comité verwacht wordt. Ik hoop dat u dus samen met de instanties die u vertegenwoordigt, dat u dus eigenlijk dat u uw support geeft en dat u dit meeneemt naar uw instanties, maar eigenlijk ook weer terug. Zodat de hobbels uit de praktijk worden meegenomen, dat de vertaalslag echt goed wordt gemaakt, dat de tempo goed wordt bepaald, zodat we een upgrading krijgen en niet een stilstand, niet een verstoring. Dat is dus niet de bedoeling van het ministerie, maar ik heb er vertrouwen in, juist door de brede opzet, dat u uw taak adequaat en naar behoren zal vervullen. Minister Siglien Burleson bij de installatie van de steringcomité. Er zal vanaf 20 januari streng worden gelet op de etikettering van voorverpakte goederen. De installatie van de werkgroep vond plaats in de conferentiezaal van het Surinaams Standaardenbureau.